Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time kan je zoveel verschillende dingen doen. De Rotary Club Fresh dacht, waarom niet in de maand van autisme, of de maand waarin extra aandacht aan autisme wordt geschonken, aan een mini-documentaire over te maken. Vandaag zit ik met Shamar en Alima en zij gaan me daar alles over vertellen. What made is a little Q-Time? Hi Shamar, hi Alima. Hallo. Hoe gaat het met jullie beiden? Het gaat. Het gaat goed. Yes? Yeah. You got it, girl? I'm good. Oké, dan. Mooi, want we gaan even babbelen erover. Jullie zijn bezig geweest. Jullie zijn lid van de Rotary Club Fresh. Ja. Yes. En jullie hebben besloten om in de maand april, de International Month of Autism, extra aandacht daaraan te schenken. Yeah. Tell me all about it. Wie wil? Ik zou zeggen van, ja, het is de maand van autisme awareness, toch, april. En de Rotary Club of Fresh is eigenlijk een organisatie dat ze voortzet voor verschillende doelen, toch. We zetten verschillende projecten uit om eigenlijk bijvoorbeeld awareness te creëren in Suriname. En hoe het autisme maand is, dan dachten we dat het een goed project zou zijn. Ik denk dat Alima misschien een beetje meer kan vertellen. Ik hoop dat Alima een beetje meer kan vertellen, want wij zijn samen hier. Dus wij zijn de Rotary Club of Fresh. We zijn een vrijwilligersorganisatie. En onze main goal is dus om terug te geven aan de gemeenschap. Om projecten uit te voeren die de gemeenschap ten goede komen. En een van deze projecten is dus onze short documentary die we in elkaar hebben gezet. De naam is On the Spectrum Autism Awareness. En middels deze video willen we highlighten over autisme en het leven van kinderen en de ouders met autisme. In Suriname. Ja, in Suriname. Dus we hebben kinderen geïnterviewd met autisme, de ouders en echt hun perspectief gehaald middels interviews. En dan ook van de professionals om alles bij elkaar te brengen. Oké, dus een hele cirkel rond. Yes. Voor we daar verder op ingaan, want het is gewoon een prachtig initiatief dat jullie hebben genomen. Dankjewel. En dat het ook gewoon is vastgelegd. Kudos to you guys. Thank you. Voor mensen die het misschien niet weten, misschien kan je in een nutshell wel vertellen de definitie van wat autisme is? Autisme is, het is een spectrum, toch? Mm-hmm. Er zijn verschillende uitingen dat mensen op het autisme spectrum kunnen tonen. Bijvoorbeeld, je kan eigenlijk iemand hebben die non-verbaal is, cognitief ook niet zo sterk staat. En dan kan je iemand anders hebben die eigenlijk je niet eens zou merken dat hij op de spectrum is, zonder dat iemand je het misschien zegt of dat je echt iets zou opmerken van oké, dit is een beetje anders. En met zulke mensen moet je daar anders omgaan, want het is gewoon in ze ingesteld om niet het normaal te zijn. En dus vandaar de video, toch? Dan hebben we eigenlijk proberen we de mensen te wijzen, de Surinaamse gemeenschap, om te zien hoe autisme eruit kan zien. We hebben bijvoorbeeld kinderen in die documentaire die helemaal zonder probleem kunnen vertellen over hun leven. Toch? En dan hebben we misschien ook een ander meisje dat juist niet verbaal is. Toch? En dan kan je eigenlijk het verschil zien dat het een spectrum is. Ja. Niet één uiting, maar. Aanvullend daarop, autisme is dus een ontwikkelingsstoornis. Het is aangeboren, dus het is niet dat je randomly krijgt wanneer je wat ouder bent of anything like that. Maar kan het zich niet op laten? Oh nee, ik ben geen dokter. Ik kijk te veel naar Grieken. Sorry, ga door. Nee, excuse me. Nee. Mm-hmm. Ja, dus het is een ontwikkelingsstoornis. Je bent ermee, het is aangeboren. En de main kenmerken liggen voornamelijk in je sociale communicatie en de sociale interactie. Dus het contact maken met anderen verloopt moeizaam. Denk bijvoorbeeld aan ongeschreven sociale regels. Kinderen met autisme of personen met autisme hebben meestal moeite met grappen maken of grappen begrijpen of als mensen sarcastisch zijn. En het is meestal ook zo dat ze moeite hebben met de prikkelverwerking in hun hersenen. Dus ze kunnen snel overstimulated raken of juist understimulated. Dus dat is dus ook, dat zijn ook de main kenmerken. En nog een andere belangrijke kenmerk is dat men spreekt van gefragmenteerde waarnemingen. Dus ze nemen waar in losse puzzelstukjes en ze hebben meestal moeite om het geheel te vormen, dus om die puzzel te maken.
waardoor het dan moeilijk is om de omgeving om je heen te begrijpen en de mensen om je heen. Dus meestal hebben ze wat meer geduld nodig, zodat je ze goed kan begrijpen. Ja, dat is helemaal waar. Ja. Maar mijn volgende vraag zal zijn, of aanvullend daarop, is dat om deze mensen te vinden, want het belangrijkste is, because I've met people with autism and on different places on the spectrum, because it's broad. Om dit te doen is sowieso een geniaal idee. Om de mensen te vinden die bereid zijn om zichzelf zo kwetsbaar op te stellen. Want het is ook, we zijn gewend in Suriname, deze kinderen zie je niet vaak. Ze worden van de community een beetje afzijdig gehouden, because we willen geen quote-unquote problemen. Yes. Maar om de mensen te vinden die dit verhaal met jullie willen delen, of wilden delen, hoe is dat proces gegaan? Dus we hebben contact gemaakt met een praktijk, Compass. En zij houden zich dus onder andere bezig met autisme. Kinderen met autisme, maar ook de ouders. En we hebben eigenlijk echt een hele hechte samenwerking met ze gehad om dit project tot realiteit te kunnen maken. Want zij hebben natuurlijk hun cliëntenbestand. En zij hebben dus gebeld naar de ouders om te kijken of ze willing zijn om mee te doen aan het project. En geïnterviewd te worden en zichzelf zo kwetsbaar te stellen. Dus op die manier hebben wij dat gedaan. Nee, prachtig. Ja. Oké, het idee is gekomen, de documentaire is gemaakt. Het is een pracht van een documentaire om naar te kijken. Waar kunnen mensen het zien? Ja, de documentaire is te zien op de social media kanalen van de Rotary Club of Fresh. Je kunt het op YouTube vinden. Gewoon Rotary Club of Fresh intoetsen en dat zal je vinden. De Instagram is rotaryclub_fresh. En de Facebook ook gewoon rotaryclub_fresh. Dat is een goede online presence die jullie dan hebben gecreëerd voor de mini-docu. Het proces voor jullie zelf, want dat is altijd een belangrijke vraag voor mij. Want het is een prachtig initiatief. Het is uitgewerkt, het is tot leven gekomen. Jullie hebben de mensen gevonden. Maar om aan de zijlijn te zijn, om te zien hoe dit allemaal vorm heeft gekregen. Hoe was dat voor jullie? Nou, als ik daarmee kan beginnen. Ik ben dus psychologiestudent, laatstejaars. En ik ga dus ook afstuderen in kind- en jeugdpsychologie. Dus ik heb eigenlijk heel veel passion voor psychologie en het onderwerp autisme. En ja, ik ben dus van de Rotary Club of Fresh. Ik ben de president van de Rotary Club of Fresh. En het is dus een goede opportunity, een goede platform om een betere bijdrage, een grotere bijdrage te leveren aan de autism community, maar ook om die awareness in Suriname te bevorderen. You did it. You did it. Ja, dus we zijn dus op het idee gekomen om een korte documentaire in elkaar te zetten. We hebben contact gemaakt met verschillende partners, dus bijvoorbeeld Compass en ook onze videograaf en editor, Rochelle Chan. En zo hebben we dan het idee uitgewerkt. We zijn bij elkaar gekomen, we hebben meetings gehad, de commissie gevormd samen met Shamar en onze andere commissielid Samora Usmanadi. En zo zijn we dus bij elkaar gekomen, we hebben meetings gehad, we hebben erover gesproken, gebrainstormd. En zo zijn we dus op het idee gekomen om een korte documentaire te maken over autism awareness. En dan voornamelijk met als doel om die awareness te bevorderen in Suriname, maar dan ook om de kinderen in Suriname die gediagnosticeerd zijn met autisme of die zich misschien een beetje anders voelen, maar dan ook de ouders ook, te laten zien dat ze niet alleen zijn en dat er hulp is. Yes. Wauw, nee. Van mij krijgen jullie zeker weer een applausje. Dankjewel. Prachtig initiatief. En ik wil jullie beiden bedanken en natuurlijk ook de Rotary Club of Fresh dat jullie dit gedaan hebben. En ik hoop dat jullie nog meer van dit soort projecten mogen initiëren om het te belichten. So, don't stop and keep on doing that. Ik vond het enorm fijn dat jullie hier bij me waren. Dankjewel, we vonden het ook leuk. Was, helemaal. Gezellig. Good to know. En ik zou echt mensen aanmoedigen om die documentaire te bezichtigen, want het is echt een heel mooi stuk geworden. Toch het hele proces was ook leerrijk voor mij. Toch, ik dacht dat ik al eigenlijk vrijwel wat wist over autisme spectrumstoornis. En dat had ik ook, maar ik heb nog steeds heel veel geleerd om eigenlijk naar die ervaringen van die mensen te luisteren. Toch hoe die kinderen moeilijkheden hebben op school. Ze geven aan van problemen soms met dat leerkrachten ze niet begrijpen.
En dat, en het is belangrijk om eigenlijk dit meer awareness te geven. En het is echt een heel professioneel uitziende documentaire. Als zeg je het zelf, hè? Dus, ja, maar dus als echt mensen denken van oké, gewoon een klein ding. Nee, het ziet er heel goed uit. Ja. En zelf heeft het mij persoonlijk ook veel voldoening gegeven. Want we hadden dus verschillende interviews op verschillende dagen. En het is echt braaf. Very brave van de ouders. Mm. Maar ook de kinderen dat ze zichzelf zo kwetsbaar stellen om hun verhaal te vertellen. Het voelde zo persoonlijk aan. En het voelde gewoon heel speciaal aan. Dus het feit dat we dit nu, onze visie tot realiteit, hebben kunnen maken. It really feels good. Dus ik hoop echt dat iedereen kan genieten van de video en dat we ons doel kunnen bereiken. Nee, ik weet het. Ik weet dat dat gaat gebeuren. En if not, dan hoop ik net zo hard met je mee. Dankjewel. Ik wil jullie nogmaals bedanken voor het komen. Dankjewel. Thank you for having us. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag waren Alima en Shamar van Rotaract Club Fresh bij ons in de studio. Zij hebben in verband met International Autism Awareness Month, en dat is dus de maand april, een mini-documentaire in elkaar gezet. Ze hebben een aantal families gevonden met specialisten en everything daaromheen die autisme en de verschillende versies van het spectrum daarvan belichten. Het is echt de moeite waard om te zien en gewoon ook goed om jezelf beter te educaten over autisme in general. So, als jij dit hebt gezien vandaag en denk van, hey, dit sprak me ook gewoon echt aan. Ga gewoon gauw naar de social media handles van Rotaract Club Fresh. Dat is een kleine tongue twister. En ze zijn op Instagram, ze zijn op Facebook, ze zijn op YouTube. Rotaract Club Fresh, je gaat ze vinden. En daar is deze mini-documentaire. So go watch it en leer misschien nog iets meer over autisme. And remember, your time plus my time is Q time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.